Volgens mij is er wel genoeg gemaakt en kunnen al die grote kledingbedrijven wel een jaartje dicht. Het is natuurlijk belachelijk dat je voorraad gaat verbranden omdat je kunstmatig de prijs hoog wil houden van de producten bij de kassa. Volgens mij wordt het wel goed. Ik ben met een recycle-project bezig, een soort collagekunst of awareness art. Ik heb textiel die al gebruikt is, trouwjurken. Ik heb kerstversiering ertussen zitten, dus eigenlijk dingen die gewoon al een paar keer gebruikt zijn, die ben ik aan het samenvoegen, omdat de textielindustrie is heel erg vervuilend. Daarom vind ik het belangrijk dat we daar een beetje aandacht aan besteden, dus awareness art. Het is allemaal kunst wat ik maak. Ik maak geen mode, ik ben geen ontwerper. Ik heb geen modeopleiding gedaan. Ik moet het echt doen met dingen die er al zijn. Ik mag niks kopen. Dit is wat ik het leukst vind: het samenvoegen van al die elementen en daar dan een soort kloppend beeld van maken. Het moet geen truijurk meer zijn, maar het moet ook geen dekbed overtrek worden. Maar het is natuurlijk een collage. Het is eigenlijk op een ouderwetse manier een wandkleed maken, wat daarna wel weer 3D wordt. En uiteindelijk fotograferen, heel goed onthouden waar ik het wil hebben en dan moet ik hem in elkaar gaan zetten. Staat mijn hoofd gewoon niet naar. Weet je, een naaimachine opstellen en het is gewoon heel saai werk. Als ik het echt niet meer weet, dan kan ik er altijd nog een kilo extra strass op naaien. Dan kan het zo mee bij de toppers.